Goedendag. Vanochtend was het op verschillende plaatsen toch weer even oppassen door de bevriezing van natte weggedeelten. Dat zien we ook goed hier, dus als je op de fiets erop uit moest, was het toch even oppassen geblazen. Vandaag staat er heel ander weer op het programma, of in ieder geval voor Zuid-Limburg, want daar staat flink wat sneeuw op het programma. En dan gaan we in dit weerbericht wat verder op in. Als we kijken naar de radarbeelden vanaf gisteravond, zien we dat een groot van Nederland het droog heeft gehouden. Alleen in het noordwesten, daar trokken voornamelijk vanochtend enkele buien over. Er zijn ook winterse buien, kunnen lokaal vandaag ook nog voor een witte wereld daar gaan zorgen. Tegelijkertijd zien we de sneeuwstoring naderen vanuit het zuiden. En die trekt op dit moment al over Zuid-Limburg en daar wordt het al langzaam wit. Tegelijkertijd zien we ook dat een groot deel van Nederland het gewoon droog gaat houden. En dat zien we ook goed terug in de weeranimatie van het Harmonie Weermodel. Die sneeuwzone die trekt voornamelijk over Limburg en gaat daar dus voor flink wat sneeuwval zorgen. De rest van Nederland houdt het dan overwegend droog. Het is wel erg koud met temperaturen net onder het vriespunt. In de loop van donderdag, en met name richting de vrijdag, dan trekken wel weer winterse buien over het land. Zeker vrijdagochtend kunnen die best wel actief gaan uitpakken en dat kan lokaal dan ook wel weer voor een witte wereld gaan zorgen. Er zit nog wat onzekerheid in de timing, maar daar zullen we uiteraard wel op terugkomen in de volgende weerberichten. Op dit moment hebben we deze waarden uitstaan qua de sneeuwval. We hebben de winterse buien ook benoemd in het noorden. Daar kan dus ook lokaal echt wel een sneeuwdekje gevormd gaan worden. Het is wel met een westelijke stroming, dus het zou ook wel weer kunnen dat dat snel weer wat gaat wegsmelten. De meeste sneeuw is dus verwacht in het zuiden. In Zuid-Limburg kan 7 tot in de Limburgse heuvels misschien wel 15 centimeter sneeuw gaan vallen. En hoe verder noordelijk, hoe verder die waarden naar beneden worden bijgesteld. In het zuidoosten van Brabant, daar is er ook nog wel wat lichte sneeuw van mogelijk en is her en der ook nog wel kans op een witte wereld. Maar grote hoeveelheden sneeuw worden daar niet verwacht. Grote delen van het land houden dus gewoon droog en daar is het vandaag dan ook een bewolkte dag. Het is wel een hele interessante weersituatie. Je hebt vast ook wel gehoord in de media vorige week de sneeuwbom die naar Nederland zou komen. Nou, hij is er eigenlijk ook wel. Sneeuwbom zou ik hem niet willen noemen, maar hij is een stuk zuidelijker uitgekomen. Dat zien we ook goed terug op deze kaart. Op grote schaal valt er dan meer dan 15 centimeter sneeuw, zeker in de Ardennen is dat wel mogelijk, maar ook een brede strook met ijzel. Daar zagen we ook al veel beelden van binnenkomen, zeker in Luxemburg. Er valt daar veel regen, misschien wel richting 20 millimeter regen. Tegelijkertijd vriest het daar en dan kan je je voorstellen dat dat wel voor levensgevaarlijke omstandigheden kan zorgen daar. Daar geldt dan ook code rood. Daar wordt ook echt afgeraden om de weg op te gaan. Want je kan je voorstellen dat die hele weg een ijsplaat wordt. Maar ook bijvoorbeeld bomen en elektriciteitskabels komen onder een laag ijs te zitten. En dat kan echt wel voor problemen gaan zorgen daar. Dus voor het wat grotere plaatje is dat nog wel interessant om te laten zien. En dan zien we inderdaad ook dat wij net geschamd worden door dat neerslaggebied. En dat met name Zuid-Limburg toch echt wel een witte wereld kan gaan verwachten. Nou, hoe ziet dat er dan in de weersymbolen voor vandaag uit? Een echte koude dag. Het zou zomaar kunnen dat we de eerste ijsdag van dit winterseizoen gaan noteren op het weerstation in De Beeld. In het zuiden dus kans op een sneeuwdek. In het noorden en aan de westkust, daar is nog wel kans op een enkele winterse bui. Elders is het gewoon droog en de wind is overwegend zwak uit zuidelijke richting. Vannacht en vanavond eigenlijk ook al verandert er weinig. Eerst is er nog kans op sneeuwval in Limburg. Pas tegen de ochtend stond het daar waarschijnlijk met sneeuwen. In de rest van het land is het overwegend droog, maar de bewolking overheerst. En uiteindelijk ligt de temperatuur op veel plaatsen onder het vriespunt, min 2 tot min 5 graden. Alleen in het noordwesten, daar komt de temperatuur waarschijnlijk niet onder het vriespunt uit. Donderdag overdag, nou, een vrij vriendelijke dag. De zon gaan we waarschijnlijk wat vaker zien met een mix van wolken en zon. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 2 tot 4 graden. En met name de kustregio's, die blijven toch wel gevoelig voor een enkele winterse bui. En de wind is overwegend matig uit westelijke richting. De dagen daarna houdt dat weertype ook nog wel stand. Op vrijdagochtend dus nog wel kans op die winterse buien. Daarnaast overwegend droog met een mix van wolken en zon. Pas in de loop van het weekend dan krijgen we echt wel een ander weerbeeld. De temperatuur gaat langzaam omhoog richting de dubbele waarde in de nieuwe week. En met name de wind gaat ook flink aantrekken. En dan wordt het dus echt wel wat onstuimiger. En laten we dat winterweer definitief wel even achter ons. Tot de volgende keer.